Goedemorgen allemaal, welkom bij de vlog. Het is nu 10:10 en we waren al wakker om 6 uur, omdat Nederland plus 6 uur is qua tijd. Maar goed, we hadden ook nog een deadline voor school wat we moesten maken, dus dat hebben we snel in de ochtend gedaan. Ik heb mezelf klaargemaakt. En dit is mijn outfit. Ik heb gympjes aan. Dan heb ik een kort broekje aan van de H&M. Blazer Sarah van gisteren. En dit shirtje is ook van Zara. Maar goed, we gaan nu naar Times Square om te gaan shoppen. En dan zie ik jullie zo weer. 40 seconds. Oh. Daar is joh. Maar waar moet je uitstappen? We zijn vlakbij Times Square. We eten nu bij de counter. Oké, ons eten is er eindelijk. Ontbijt. Super gezond. Echt, dit is gewoon dieetfood. But I love. Oké, guys, we zijn in Times Square. Maar we hebben dus gegeten bij de counter. Was wel lekker toch? Heerlijk. Geweldig. Echt, het was echt geslaagd. En straks naar de Sephora. Heb je daar zin in? Ja, Nelka. Ik heb daar zoveel zin in. Echt, ik heb daar al 2 maanden naar uitgekeken, weet je dat? Sephora. Kijk Times Square alsjeblieft even. Waar zijn die trappen dan? My heart just skipped for a second. Ik had gewoon niet gelopen dat we in Times Square zijn. We gaan nu naar de M&M store. De M&M store. Filmt het of niet? Filmt het of niet? Edit this out. We are not. Oké. Oké, bitch. Ik kom echt. That's true, isn't it? Cool, dat verbaast me niet. Hier, ik heb roze met witte M&M's gekocht. Gewoon standaard M&M's. Ze hadden heel veel verschillende smaken. Die heb ik hierin gedaan. Je had cheesecake, peanut butter en allemaal andere smaakjes. Die heb ik hierin meegenomen. Maar ik vond ze niet heel lekker. Ik vond de standaard M&M's veel lekkerder. We zitten nu voor de steps. Like, the steps. Maar het is niet heel indrukwekkend. Ik had er wel wat meer van verwacht, als het ware. Maar goed, dat is het. De billboards hier zijn wel echt huge. Super groot. En we gaan straks als eerste naar de Footlocker voor schoenen om daar te kijken. En daarna naar de Sephora. Oh mijn god, ik kan daar echt niet op wachten. Ik heb er zo lang naar uitgekeken om daarheen te gaan. Ik ga zo wel even in de Sephora filmen. Want dat is echt de droom die waar komt. Waar wordt. Ik ben in de Sephora. Ik ben in de Sephora. I made it. Na 2 maanden dromen ben ik eindelijk in de Sephora. Ik heb al tegen Celine gezegd, mijn vriendin, dat ik 2 uur de tijd heb om alles te bekijken. Because there's so much. Look at it. Bare Minerals, It Cosmetics, Origin. She's so annoyed. Hi.
kijk, ren. Oeka. Ja, ren weg. Het is een tip voor mij. Oké, ik ga shoppen. Bye guys. Oké, hoeveel uren later zijn we uit de Sephora? Vertel eens. Na 2,5 uur zijn we eindelijk uit de Sephora. Het heeft echt lang geduurd, maar ik heb wel een hele tas met prachtige make-up. Maar we gaan sowieso nog een keer terug, Helen. Want ik moet nog skincare halen, wat ik nog niet heb gedaan. Maar ik heb die ook echt van alles en nog wat op. Je kan zien hier, oh, op deze kant heb ik de Varsali highlighter, deze kant niet. Hij glimt wel echt, maar ik lijk oily. Terwijl hier alleen foundation en de Hoola bronzer. Maar ik heb het ook echt over mijn hele gezicht aangebracht. En de trendsetter, die heb ik ook gekocht van Huda Beauty als liquid lipstick. En we zitten nu in het midden van Times Square met onze fruit. Want we zijn helemaal dehydrated na alle make-up. Ik voel me echt ook dehydrated. Dus ik heb watermeloen. Ik heb nog hier druiven. We hebben ook nog pineapple. Goeie dingen, goeie dingen. Alleen dag 2 en zoveel uitgegeven. Maar goed. Ik ga later wel. Nee, niet. Ik ga Nederland laten zien. Hoe voel je over het feit dat we daar 2,5 uur waren? Psycho. Dat is gek in ons hoofd. Nog wel. Oh ja, inderdaad. Ik heb een roze. Ik ga deze guy even zingen. En die politie. De politie is echt super blij. Echt super trots. Kijk hem. Zie hoe blij hij is. Waarschijnlijk heeft hij request daarvan. Oké, we zijn nu terug in het hotel. En het is al best wel laat, dus nu al bijna 8 uur. En de rest van de groep is er ook al, dus we moesten switchen van kamer. Dat hebben we ook heel snel gedaan. En we gaan nu denk ik ook warm eten en weer terug naar Times Square waar we vanmiddag waren geweest. Dus dat is allemaal top. Ik ben echt blij met alle aankopen die ik heb gedaan in de Sephora. Maar goed, ik maak daar wel een aparte shopvlog van, dat is wel super leuk. Snelle outfit change, hoedje op en lange broek aan. Hetzelfde shirtje van vanochtend van de Zara. En verder dezelfde outfit. Ik neem ook mijn blazer mee. Zodat ik het lekker warm heb als het nog kouder wordt. Maar goed, we gaan lekker. We zijn weer terug hoor. Times Square. Middag hadden we even rustig. Maar het is nu zoveel mooier in de avond. Ja, en dan moet je erop blijven. Hallo. Oh mijn god, ik moet daarheen. Carlos Bakery. Kennen jullie dat van die programma? Oh my god. Oké, we zijn dus met z'n allen weer terug bij Times Square gekomen. Nu weer alleen. En we zijn in de bioscoop. Nu is het zo dat we drinken hebben gehaald. En dat je zelf je drink moet inschenken. En ik ga, ik ga lemonade nemen. En dan moet je volgens mij op de knop drukken. Isn't that true? En je kan zien dat ze er half water in doen. Ja, zo is het hier. Oh ja. En de rest is dus het drinken. En het is zo groot. Welke maat heb je genomen? Regular. Is het regular? Ze hebben geen smaak. Maar wat is dit dan? Deze long is rot erop. Kijk naar daar. Je kan niet zo bang zijn. Maar zover ik nu kan zien, is de bioscoop in Nederland zoveel netter. Maar goed, je kan Times Square zien. Oh, I love. Ik denk dat we $20 of zoiets hebben betaald voor de film. Maar ja, we zitten wel middenin op Times Square. Dus it's all about the experience, right? Oh mijn god, ik denk dat we nu al 4 roltrappen hebben genomen die zo hoog zijn. En we moeten er gewoon nog één. De film is al begonnen. Oké, bye bye. Ik zie je zo. Your grandfather's got a green belt.